Hoi, ik ben Tesse en ik werk in het noodhulpteam van CoreDate. Als er ergens ter wereld een ramp gebeurt, kom ik dus in actie. Ik neem je nu graag wat verder mee in de keuzes die wij vaak moeten maken. Stel, er is vannacht een aardbeving geweest in Indonesië. Wij nemen dan direct contact op met onze lokale partners in het rampgebied om te kijken hoe groot de schade is. Samen beslissen we of onze hulp gewenst is en of we die ook kunnen leveren. Als het antwoord op deze vragen ja is, gaan we direct aan de slag en kijken of er geld beschikbaar is. Helaas moeten we ook wel eens nee zeggen. Er is nou eenmaal niet genoeg geld om overal te helpen. Dat is elke keer weer een lastige keuze. Als er wel geld is, inventariseren we samen met de lokale partner waar het meest dringend behoefte aan is. In het geval van een aardbeving zijn bijvoorbeeld vaak mensen hun huis kwijtgeraakt, zijn gewond geraakt of hebben geen schoon drinkwater meer. Wij helpen dan in die meest dringende behoeften te voorzien. Als we dan weten hoeveel geld we hebben en wat de prioriteiten zijn, dan kunnen we aan de slag. Hoeveel geld er is, bepaalt hoeveel mensen we kunnen helpen. Dat is helaas niet iedereen. Meestal kiezen we daarom voor de meest kwetsbare groepen, zoals gezinnen met kleine kinderen. De hulp die we leveren kan zijn in de vorm van spullen of diensten of zelfs cashgeld. Als we spullen kopen, doen we dat altijd zoveel mogelijk lokaal. We helpen zo snel mogelijk, maar ook zo duurzaam mogelijk. Als er bijvoorbeeld drinkwater nodig is, dan repareren we liever een waterput dan dat we water aanvoeren met een vrachtwagen. Maar wat mogelijk is, hangt af van de situatie. Zo moeten we elke keer weer keuzes maken. Noodhulp is vaak alle hulp die we in de eerste periode na een ramp verstrekken, maar het kan soms ook jarenlang nodig zijn. Bijvoorbeeld bij een lange droogte of tijdens oorlog. Naast levensreddende hulp, zoals voedsel en water, proberen we vaak ook meteen een begin te maken met wederopbouw, zodat mensen onafhankelijk van ons verder kunnen. Dat doen we bijvoorbeeld door het uitdelen van zaden, zodat mensen weer meer in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Daarnaast proberen we mensen ook bestendig te maken voor volgende rampen. Ik hoop dat we ook op jouw hulp kunnen rekenen in de toekomst, zodat we weer meer mensen kunnen helpen. Help je mee?